Ik kan me echt voorstellen, hè, toen jullie of met de redactie samen... moet je mij vertellen hoe dat gegaan is met als themaweek vagina. Dan word je eerst ga je blozen en dan ga je natuurlijk praten erover. Maar waarom was het voor jullie zo belangrijk om een hele week... aan de vagina te besteden? Quinty of Loretta? Omdat er heel veel over te praten valt, denk ik. Een heleboel facetten natuurlijk aan dit onderwerp zitten. Dus... we smeren het uit over de week. Het gaat niet elke week. Een uitstrijkje. Een uitstrijkje. Ja. Een uur lang. Over. We stippen het aan. Ik voor de poes dit. Nee, we hebben inderdaad ook al een keer eerder een item gehad over ongemakken. Sterker nog, twee keer. Twee keer. Over vaginale ongemakken. En daar heeft Luc nog een hele leuke tweet over doen uitgaan. Van, dan zit ik hier 's ochtends lekker aan de koffie en is dit... wat ik zie als ik naar koffietijd kijk. Ja. Hè, Luc? Ja, dat klopt, ja. Ook even een klein beetje. Maar toen merkten we inderdaad, ook bij onze kijkers... dat er gewoon heel veel vragen waren. Er kwamen heel veel kijkersvragen binnen. En mensen die toch zoiets hebben... dat is dan makkelijker dan waarschijnlijk zomaar naar een dokter gaan... of er met vriendinnen over praten. En toen gingen we daar in de redactie een beetje met elkaar over praten. En we hebben een hele grote redactie. Veel vrouwen. Ja, heel veel vrouwen. Tussen de 18 en de 53 ongeveer. Oh, ja. Dus ja, ik heb het even precies aangekend. Ja. Dus meerdere generaties. En dan merk je eigenlijk dat zowel die jonge meiden, die echt jong zijn... als wij, de wat oudere vrouwen, dat iedereen toch wel... het is een beetje besmuik toch nog en je praat er wat moeilijker maar wat over. Maar wat voor type vragen zijn dat? Waar jullie kijkers dus kennelijk ook meer over wilden weten? Nou, in eerste instantie werden wij dus ook getriggerd door die onderwerpen. En dan ging het over vaginale ongemakken. Ja. En dat is dus eigenlijk alweer zoiets. Daaraan merk je van, mensen blijven doorlopen met bijvoorbeeld vaginale ongemakken. Wat is een vaginale ongemak? Wat is nou een dat kan een schimmel zijn. Dat je denkt, wat ongemakkelijk daar beneden. Dat is een vaginale ongemak. Bij mannen, als je mannen hebt, dan praat je als je met mannen onder elkaar bent... praat je best wel eens een keer over je piemel. Tenminste, ja. Toch? Af? Precies. Daar kan niet over uitgesproken. Ja, maar de vrouwen dat onder elkaar ook. Nee. Zeg je nooit van, oh mijn vagina stonk vanochtend. Oh, nee. Nee. Nee, dat hou je voor jezelf. Nee, dat hou je voor jezelf. Maar zeg jij tegen... stikken gemaakt. En over anale seks kan je met alle jongeren gewoon praten. Maar als het over dit soort dingen gaat, dan wordt het gelijk taboe. Ja. Want jij zegt het woord vagina en Gerard krijgt gelijk een superlaat. Nee, het is gewoon stom. Ja, maar het is toch... Het is toch apart. De manier waarop hij het zo strak vertelde, vond ik gewoon heel mooi. Daarom moest ik hem lachen. Nou, wat mij opvalt is dat vrouwen wel over hun vrouwelijke geslachtsorgaan praten... Ja? Op het moment dat ze bevallen zijn. Of bevallingsverhalen uitwisselen. Nou, ook wel, want dan is het een soort van... we snappen dit allemaal, althans de vrouwen die bevallen zijn. Oh, had jij dat ook? Ja, dat had ik ook. En die was ingescheurd en die had dat. En dan is het nog goed gekomen. Nee, ik moest even naar een chirurg toe. Of ik noem het maar op. Dan durft iedereen er wel over te praten, maar voor de rest heb je het met vriendinnen er nooit over. Nou, weet je wat? Nou, ik heb natuurlijk ook, een vrouw, twee dochters. Maar waar ik me nooit eigenlijk bij heb stilgestaan, bijvoorbeeld iets heel simpels als bij hockey een wit rokje. Voor mij is dat gewoon een wit rokje. Maar als je je maandelijkse periode, als je ongesteld bent, is een wit rokje heel onhandig. Want dan voel je minder vertrouwen. Mm-hmm. Want als het doorlekt, dan zie je het. Ja. En dat vind je niet fijn. Die rokjes zijn kort. Wij denken dan nooit van, wij denken gewoon een wit broekje, het is goed. Maar als vrouw moet je daar dus ook over nadenken. Het lijkt me zo kut om een vagina te hebben.